Goedendag, ik ben Jean-Claude Burgerman. Ik was vroeger voltijds prof op de VUB, nu partijd. Mijn lezing gaat gaan over de veranderende manier van werken van wetenschap en onderzoek. Wat dat daar de reden van is, waarom dat verandert, wat dat de gevolgen zijn en hoe in de toekomst het doen van onderzoek totaal verschillend zal zijn van in het verleden. Dus de lezing is deel van de cursus of het geheel van lezingen die jullie gaan krijgen, redelijk eigenzinnig. Zoals je zult merken, zullen het een paar redelijk eigenzinnige visies zijn op de toekomst van wetenschap en onderzoek. En ik hoop dan ook dat het jullie interesse zal wegdragen en dat je er veel aan gaat hebben.